Regina over de... Ja. Achter de schuur? Ja, achter de schuur ook, zeker. Ja. Ik ga hem nu al kopen. Ja, maar het was... Ik ben er al uit. Je bent nu met de ontwerper bezig om het allemaal vorm te geven. Het wordt mooi. Het wordt mooi. Ja, geweldig. Ja. Nou, ben jij nu in Brabant? Ja. Kom er nog terug op korte termijn? Of blijf je hier? Ja. Ik kom nog naar de Brabantse dag. Aha. Ja. Oh. Vertel. Ja. 27 augustus in Hezen. 27 augustus, ja. Over 2,5 week, denk ik. Maar ga je daar gewoon langs de kant staan, waar niemand je ziet? Zit je in het publiek? Nee, ik zit niet in het publiek. Ik zal zeggen... ik mag het zeggen, geloof ik. Ja. Ik sta op een wagen. Ja. En wij zijn de eerste wagen met een collega van mij... Met Björn van der Doelen. Okay, en met mijn oude bandje gaan wij in de hele optocht afwisselend liedjes zingen. Wauw. En dat wordt, als het een beetje mooi weer is en het is lekker... Dan wordt het. Iedereen krijgt wat hij verdient, dus dat komt wel goed. Ja. Dat komt wel goed. Geweldig. Ja, dat wordt echt fantastisch. De eerste wagen in de optocht zijn wij. Wauw. Ja. Ja, dat is gaaf, inderdaad. En twee augustus, ineens dus de Brabantse dag. Ja. Maar je staat ook overal in theater. Ze hadden net al... Want op jouw site, want we hebben hem nu openstaan. We beginnen in Uden, in de Kruisherenkapel. En dan in Reuzel. En dan... Nou ja, noem maar op. Het staat allemaal op mijn website. Gerard van Maasdag. Ja, precies. Ik heb het zijn er veel.